SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Welkom bij SV Urk TV met een samenvatting van de wedstrijd in de hoofdklasse B tussen Urk en HZVV uit Hoogeveen. Gespeeld op zaterdag 30 oktober 2021. Scheidsrechter bij de wedstrijd is de heer Boringa uit Leeuwarden. Onze pupil van de week is Evan van de Sloten. En voorafgaand aan de wedstrijd werden Dick Hakvoort en Lucas Nagel gehuldigd voor het feit dat ze respectievelijk 200 en 250 officiële wedstrijden in het shirt van Urk 1 gespeeld hebben. U ziet hier Evan van Sloten die zijn doelpuntje maakt bij de doelman van HZVV, Rodney Rozink, die we allemaal kennen natuurlijk nog van zijn tijd bij Flevo Boys. Urk mag aftrappen en laat gelijk de bedoelingen zien van deze middag. En dat is aanvallen en proberen doelpunten te maken. Riekeltjan Brans met de voorzet. Maar deze wordt simpel en eenvoudig gevangen door Rodney Rozink. Een lange bal van Ieder Nijntjes op Klaas Ronkers. Die blijft in die bal geloven en weet hem net voor keeper Rozink aan te raken. Maar de bal gaat een metertje naast de verkeerde kant van de paal voor Urk. William de Boer, Klaas Ronkers, de buitenkant. Lucas Graal, weer terug is van zijn blessure en in de basis begon. Voorzet van Lucas Graal, Klaas Ronkers met de vrije kopkans. Maar ook deze gaat een metertje of 4-5 naast het doel van HZVV. Zo zijn de eerste mogelijkheden in de wedstrijd voor Urk. Maar ook HZVV verstopte zich niet. Hier een diepe bal, maar buitenspel. Van de nummer 7 Kelly Zwaau van HZVV. Ieder Nijntjes in duel. En uiteindelijk wordt de bal gewonnen door Urk Riekeltjan Brans. Op de linkerkant naar William de Boer. Die komt met een strakke voorzet bij de eerste paal. Opnieuw Klaas Ronkers. Maar ook deze bal gaat naast. Ze zijn al een minuutje of 20 bezig. Het is nog steeds 0-0. Hier Lucas Schaal opnieuw aan de rechterkant. Ieder Nijntjes. Hier wordt een lichte overtreding gemaakt op Lucas Nijntjes en het levert de vrije trap op voor Urk. Die genomen gaat worden door William de Boer. De perfect aangesneden vrije trap. En opnieuw Klaas Rompkes en deze bal gaat maar rakelings over het doel van Rodney Rozink. Ze hebben al een aantal kansen gezien voor Urk. Maar nog steeds geen doelpunten. Het uitverdedigen van HZVV. En dan is het weer die Kelly aan de buitenkant. Met een schotje dat voorlangs het doel van Richard Strijker gaat. De uitbal wordt onderschept door Urk. Dan is het Klaas Ronkes die slim voor zijn man komt. Nummer 4, Yannick Manushiwa van HZVV. En dat levert opnieuw een vrije trap op voor Urk. Lucas Nagel achter de bal. En dan is het de lat boven Rodney Rozink die HZVV behoedt voor een 1-0 achterstand. Riekeltjan Brans. Balletje terug op Dick Hakvoort. Dan gaat het niet helemaal zoals het hoort. En dan is het nummer 7 weer Joao Kelly die naar de grond gaat. Maar scheidsrechter Boringa ziet niets in deze valpartij. En maant de speler van HZVV om door te gaan. Dat doet Urk op dat moment wel. Bal op de rechterkant naar Ieder Nijntjes. Die ziet Lucas Schraal. Dan wordt de bal in eerste instantie opgeruimd en zit Lucas Nagel met zijn linkerbeen. En wederom een bal boven op de lat. En uiteindelijk een prooi voor Rodney Rozink. Wat een leuke afwisselende eerste helft. Met hele mooie voetballende momenten. Maar ook met veel slordigheden en verkeerde passes. Hier is het Lucas Schraal die doorbreekt. Onderuit gehaald wordt door de nummer 5 Justin Lambers. En die krijgt van scheidsrechter Boringa de gele kaart.
Die gele kaart was eerder in de wedstrijd ook al gegeven aan Johannes Schrijver van Urk. De vrije trap wordt door William Visser over het doel van Rodney Rozink geschoten. En zo zijn we langzamerhand aanbeland in een periode 5 tot 10 minuutjes voor het rustsignaal. Hier weer een voorzet. William de Boer die bal mist en dan ziet hij die Nijntjes nog die de bal voorzet. Maar de bal is uit geweest. Toch een ingooi voor Urk. Lucas Nagel. De bal hoog voor het doel brengt. En dan is het William de Boer die inschiet, maar recht tegen Rodney Rozink aan. En zo gaan we rusten bij een 0-0 tussenstand. Hier nog een kleine blessure bij Klaas Rompus, maar dat wordt keurig opgelost. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec installatietechniek. En No Milk Today. Gaan we verder met de tweede helft. Johannes Schrijver richting William de Boer. Klaas Rompus, maar deze aanval wordt gestuit. Dus het HZVV gaat in de omschakeling richting het doel van Urgaard. Hier wordt Benny Dunning gepoord door Joao Kelly. Maar het schot van de aanvaller van HZVV gaat toch een metertje of 2-3 naast het doel van Richard Strijker. Een corner voor Urk genomen door Lucas Nagel. De eerste paal binnengebracht en is het Klaas Rompus die de bal een centimeter of 20 over het doel van Rodney Rozink kopt. William de Boer op de rechterkant aan de wandel gaat. Lucas Schaalvrij ziet staan, die kapt zijn man uit. Schot en opnieuw een redding van Rodney Rozink. Die tot op dat moment het doel van HZVV vrij van doelpunten weet te houden. Maar ook HZVV liet zich zien. Corner voor de ploeg. Slecht uitverdedigd en dan toch plotseling een kans. Maar een schitterende redding van Richard Strijker die zijn ploeg op dat moment op de been houdt. William de Boer met een verre bal op de ingevallen Jelle de Boer. Die controleert, die kapt zijn man uit. Komt dan niet helemaal lekker uit. En helaas voor Urk levert deze kans ook niks op. Jelle de Boer was trouwens ingevallen voor Klaas Rompus. De HZVV aan de linkerkant. Met een voorzet. Die gaat rakelings voor het doel van Richard Strijker voordat een speler van HZVV de bal binnen zou kunnen tikken. Nieuw HZVV via de linkerkant met een voorzetje. En dan opnieuw gevaar voor Urk, maar het is Richard Strijker die met de lijf en leden zich voor de bal gooit en HZVV van scoren weet af te houden. Toch werd Urk zo richting de slotfase van de wedstrijd sterker en sterker. Het leek het wel of het conditioneel iets beter in het vel zat dan HZVV. Hier zit Lucas Nagel met een voorzet. Lucas Schraal en die kopt buiten het bereik van Rodney Rozink op de paal. Wordt daarbij licht aan zijn shirt vastgehouden. Maar ook daarin ziet scheidsrechter Boringa helemaal niets. En Urk komt niet verder dan een inworp. Zoals u ziet zijn we aanbeland in de laatste 10-12 minuten van de wedstrijd. Benny Dunnik op avontuur gaat. En dan balverlies bij Lucas Schaal. Dan is het toch Dick Hakvoort die de bal weer in weet te brengen richting Riekelt Jan Brands die met een voorzet komt. Dan ziet Ieder Nijntjes die kapt en draait. En dan met zijn linkerbeen besluit uit te halen. En Urk tot blijdschap van hemzelf en blijdschap van de ploeg op een 1-0 voorsprong zet. 10 minuten voor tijd. En de ontlading bij de spelers van Urk is ontzettend groot. Hier nogmaals in de herhaling hoe de rechter verdediger van Urk naar binnen kapt en met zijn linkerbeen uithaalt en daarmee Rodney Rozink verrast. Urk op een 1-0 voorsprong en dat is niet meer dan verdiend op dat moment in de wedstrijd. En Urk wil meer. Jelle de Boer die doorkopt. Is het Pieter Brands. Die krijgt de bal terug van Lucas Schaal. En binnen 2 minuten staat Urk op een 2-0 voorsprong. Pieter Brands ingevallen. Een paar minuten daarvoor. Hij brengt Urk in veilige haven.
Hier nogmaals. Paasje terug van Lucas Graal. En het schot van Pieter Brands. Die 10 minuten daarvoor Lucas Nagel op het middenveld was komen te vallen. Ook Klaas Kramer was in de slotfase in het veld gekomen. Hij verving de doelpuntenmaker van het eerste doelpunt van Urk Ieder Nijntjes. Het is een aanval van HZVV die in eerste instantie wordt afgeslagen. Wordt de bal opnieuw via het middenveld. En dan is het de nummer 14. Die met een soort van wanhoopschot bijna Richard Zwijker verrast. En ook Jelly Kelly Joao. Je verslik je haast af en toe in die namen. Weet geen doelpunt te maken. Hij stond trouwens ook buiten spel en werd daarvoor afgesloten. Dan zijn we 5 minuutjes voor tijd aanbeland in Urk. Ging niet achteroverleunen, maar ging juist op zoek naar een derde doelpunt. Dit is het William de Boer, die buitenom gaat. Neergelegd wordt en een vrije trap verdient. Vrije trap die hij zelf gaat nemen. En die hij in de korte hoek probeert te plaatsen. Maar het balletje gaat een metertje naast het doel van Rozing van HZVV. Een lange bal van diezelfde keeper. Pieter Brands, Rikeltjan Brands. Weer in de diepte richting William de Boer. En die kijkt, kapt af. Je ziet dan voldoende Urkers vrijstaan, maar het levert helaas geen derde doelpunt op. En ook deze snelle hervatting levert de HZVV niet meer op dan een inworp die genomen mag worden door Urk. Benny Dunnik, Johannes Schrijver. Opnieuw Benny Dunnik is Pieter Brands die het kopduel wint. Rikeltjan Brands. En dan gaat de bal opnieuw naar William de Boer. Hij legt de bal terug op Pieter Brands. Maar die komt helaas net een stapje te laat. Benny Dunnik die zijn zoveelste duel wint. En dan denkt van kom, ik ga maar eens naar voren toe. Een schitterend paasje op Jelle de Boer. Maar die komt een teenlengte tekort. Om de 3-0 op het scorebord te zetten. Nu ziet het, we zijn de 90 minuten al gepasseerd. We zijn bezig in de blessuretijd. Als Rotting Rozing nog één keer de bal naar voren mag schieten. En Urk nog één keer in de aanval kan. Via William de Boer. Rikeltjan Brands, de linkerverdediger. De voorzet weggewerkt door een verdediger van HZVV. Pieter Brands die de bal op. Pikt. Weer een Rikeltjan Brands met de voorzet. Jelle de Boer met de controle terugleggen. Lucas Graal. Dan is het uiteindelijk toch wel HZVV dat weet op te ruimen. Nog een uitbal verdiend. Maar dan vindt scheidsrechter Boringa het voldoende. Urk wint met 2-0 van HZVV. Houdt de aansluiting met koploper Genemuiden. En volgende week de uitwedstrijd tegen Zwift zal de beslissing in de eerste periode vallen. U kunt nog luisteren naar de interviews met beide trainers. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec Installatietechniek. En No Milk Today. En dan begin ik met Rick Mulder, Rick HZVV. Ja, de eerste helft, toen dacht ik, ze zijn redelijk gelijkwaardig. In die tweede helft hebben jullie eigenlijk alleen maar tegen kunnen houden. Van waar dat verschil? Nou ja, wat ik net zei, compliment aan Urk. Ik denk dat die dat hartstikke goed gedaan hebben. Veel energie, veel kracht. Liet ons ook wel van links naar rechts lopen. We kregen niet echt druk op en dan ga je steeds verder achteruit lopen. En dan moet je het 90 minuten vol kunnen houden. En als je dat een momentje, we hadden al wat geluk dat met een paal en twee keer de lat, dat die er niet in ging. Maar gewoon, ja, Urk heeft het gewoon prima gedaan. En normaal gesproken spelen jullie met 3 spitsen. Vandaag dan met 2 buitenspelers en jullie nummer 10, die laat je verder zakken. Was dat een bewuste keus om tegenspel te geven aan het spel van Urk? Nee, want we hebben vorige week of 2 weken geleden tegen Berkum ook zo gespeeld. Dus dat hielden we gewoon vast. We hebben daar een prima tweede helft tegen gespeeld. Ik denk dat we in het begin daar Urk ook wel wat lastig mee maakten. Alleen, ik zeg ook net tegen Gert-Jan, het kwam eigenlijk niet verder dan halverwege de helft van Urk.
En daarna ontbrak het voorin om balbezit te houden, rust aan de bal te houden. En toen kwamen we eigenlijk bijna niet in de 16. Als we het kort mogen samenvatten, zeker over die 90 minuten, Urk verdient gewonnen? Ja, zeker. Twee keer de lat en een keer de paal. Flink druk erop. Maar goed, we hebben toch wel halverwege de tweede helft denk ik een kansje die de keeper fantastisch pakt. Ik denk ook dat de keeper de man van de wedstrijd is. Want alle diepe ballen die erachter vielen, dan is hij erbij. En dat is toch een extra slot op de deur. Dus dat gewoon verdiende winst voor Urk. Ja. Van een compliment voor Richard Strijker die deze week afgelopen donderdag 30 jaar is geworden. Dus wat dat betreft, hyper de piep, hoera Richard. En je hebt vandaag waargemaakt, al die ervaringen heb je weer in de wedstrijd gelegd. Dankjewel meneer Mulder en veel succes met HZVV. Dankjewel. Gert-Jan Kasten, de eerste helft. Urk kwam niet helemaal in hun spel. Had dat te maken met wat we het net even over hadden? Dat zijn normaal gesproken met drie spitsen en nu eventjes wat anders deden, nummer 10 wat verder lieten zakken. Had dat daarmee te maken? Nou, dat weet ik niet, maar het heeft in ieder geval weer te maken met het feit dat we onze eerste kans niet benutten. En ook de tweede niet, en ook de derde niet. En dan wordt het steeds onrustiger. En dat zag je eigenlijk twee weken geleden bij de Dijk ook. Als wij kansen krijgen aan het begin van de wedstrijd, dan moet je benutten en dat doen we te weinig. Ook vandaag weer. Maar ja, nu loopt het weer een keer goed af. En hun speelden met een teruggetrokken spits eigenlijk en... Ja, dan krijg je een iets andere rolverdeling en dan gingen we op een gegeven moment met 3 achterop en dan ga je een beetje schuiven. Ja, lang verhaal kort, daar hadden we het lastig mee, maar ik vind vooral het aantal kansen wat wij creëren en het aantal doelpunten wat wij scoren, dat blijft een repeterend verhaal. Dat klopt, alleen in die tweede helft en dan zie je dat jullie toch oppermachtig zijn in de wedstrijd zelf. En dan, AZVV laat zich steeds verder terugvallen, wordt het steeds moeilijker om die ruimtes te vinden, hè? Ja, maar dat is nou de grap van voetbal. Dan waren we de eerste helft dus niet oppermachtig. Heeft HZVV geen enkele kans gehad en wij heel veel. En de tweede helft waren we dan blijkbaar oppermachtig. En dan heeft HZVV eigenlijk ook 3-4 hele gevaarlijke momenten. En ik vond Strijker ook heel goed. Maar ik moest kiezen Ieder Neentjes of Richard Strijker. Nou ja, van Strijker weten we hoeveel zelfvertrouwen hij heeft. Dat kan wel iets minder. Dus we hebben Ieder maar een keer de bonus gegeven. Maar we zijn wel blij met Richard hoor. Hij was van de week jarig. Niemand heeft hem gefeliciteerd. Dan toch even terug naar het moment. Want waarvan zeg je van, dat is eigenlijk de kracht geweest in deze wedstrijd, dat we uiteindelijk toch weten te winnen? Nou, wat wel mooi is, ik kreeg telefoon van een Urke. Die had gehoord dat Urk 1 vorige week een week vrij was. Nou, dat klopt, want het was inhaalweekend, het was herfstvakantie. We hadden wat jonge vaders, weer 2 stuks, Marines en Benny. En zo hadden we nog wat familieomstandigheden. En dat had ik ze vrijgegeven. Maar ik denk dat los van onze vaste speelwijze, los van dat die jongens het gewoon geweldig doen, los van dat we zeker proberen aanvallend te voetballen, dat het niet altijd goed gaat is ook duidelijk. Maar dat fitheid, we hebben vlak voor de herfstvakantie onze shuttle run test weer gedaan. Ja, als je de test van augustus neemt en de test van oktober, ja, dan hebben we qua fitheid gigantische grote stappen gezet. En ik heb elke keer de strijd met die gasten van je moet op je fitheid letten, je moet op je gewicht letten, je moet dit, je moet dat. En daar worden ze wel eens moe van, denk ik. En ik word wel eens moe van hun. Maar per saldo ook vandaag weer, als je ziet het laatste 20 minuten, welke energie er nog vrijkomt. En natuurlijk, als je scoort, dan krijg je vleugels. Maar als je blessuretijd nog 3-4 keer volle bak met 5, 6, 7 mensen in die 16 probeert te komen. Ja, ik denk dat fitheid op dit moment ook een hele belangrijke sleutel van dit elftal is. Met andere woorden, we kunnen in de komende wedstrijden nog heel veel verwachten van Urk. En wordt natuurlijk heel spannend volgende week, die 10e wedstrijd, de beslissing om het eerste periode kampioenschap. Nou, dat moeten we afwachten. Gert-Jan, dankjewel voor vandaag en een hele fijn weekend na deze toch mooie overwinning op HZVV.